Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Jordi is al wakker, heeft zijn flesje al gehad, heeft alles al gedaan wat hij moest doen. Volle luier, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Dus die is content. Maar deze knappe vent is net wakker. Ja. Laat me jou uit bedje halen en een flesje geven. Ja, hè? Dat gaan we doen, hè? Lekker stuk? Ja. Deze knap vent, net zijn moeder, begint met het hoofd daar, eindigt met zijn hoofd daar. Ben je doen? Ben je aan het doen? Ben je aan het doen? Hallo? Hallo, kom je? Oh, daar. Ja, we gaan jou eruit halen. Vandaag hebben we lekker een pyjama dagje, zeg maar. We hoeven helemaal nergens heen. Lekker thuis blijven. Kindje hebben brood gehad, fruit gehad, knuffeld, gespeeld, alles erop en eraan. Ik heb de brief verstuurd voor de medisch kinderdagverblijf. En ik kreeg een belletje dat alles tiptop in orde was. Dat ze een heel realistisch beeld zo hadden van Jordi. En dat ze alles door ging sturen om de inschrijving alvast te laten beginnen. Dus er kon nog even overheen gaan, zei ze. Maar ze zegt, dan weet je in ieder geval dat we daarmee bezig zijn. En dat alles in goede orde is ontvangen. Dus gelukkig. En nu ga ik eventjes een broodje eten. Ik heb net eiersalade gemaakt. Tja, ik moet natuurlijk meer eiwitten eten. Dus dan mag ik zulke dingen eten. Dus dat ga ik lekker doen. Ik ben broodje aan het afbakken. Lekker eiersalade erop. Toppie, genieten. Allebei van de Bambix-bende zijn weer wakker. Om te beginnen met Jordi. Je bent weer vrolijk. Zeg maar, ik was niet zo gereinigd, mama. Hier. Hij is zo blij met zijn bed. Een groot speelparadijs. Boom. Mama bij jou liggen zo. Kom, mama bij jou liggen. Mama bij jou liggen. Oh, 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 je arm. Oh, oh, oh. Mama bij jou liggen. Het buf. Ik kan ook nooit rustig met mama liggen, hè? Wel met papa, maar nooit met mama. En scheetjes laten weer, hè? Hij zit hier allemaal te lachen. Hallo. Ja. Ben je allemaal aan het vertellen dat je een heel mooi bed hebt? Oh, dat is lief. Krijgt mama gewoon kusjes van jou? Ja. Oh. Ja. Hij vindt het zo geweldig in zijn bed. En wat ga je doen? Boom. Kom nou eens hier. Kom nou eens. Ja, boe, boe, boe. Nou, gaan we deze Pink maar eens heel eventjes uit bed halen. Ranja krijgt die nog niet, want het is echt nog
heel vroeg. Hij heeft niet zo lang geslapen. Dus dan hoef ik dat nog niet te doen. Hallo. Abu. Oké, dan weten we dat. Ook deze andere stoere vent is wakker. Ja. Ja. Hij doet alles met zijn vingertje aanraken. Dat hij allemaal zo wijzen. En dan gaat hij het aanraken. He? Toet toet. Toet toet. Toet toet. Ja. Ook deze lekker stuk gaan we eens even uit bed halen. Ja. Ja, ga je mee in bed? Hij heeft trouwens een melktandje door. Ja. Heb je een melktandje? Heb je een melktandje? Ja. Dus ik ben blij dat ik geen borstvoeding geef. In ieder geval niet meer. Anders had ik nu niks meer over, want dat is scherp. Deze grote vent, ja niet papa's, maar deze knappert, die wilde niet meer drinken. Nee, heb je geen zin in jouw flesje? Hè? Zeg maar nee, ik wil niet. Ik denk dat het ook aan zijn tandje ligt, papa. Kan hoor. Ik denk ook dat hij moe is. Mag je lekker met papa knuffelen. Oh, kijk hoe moe zij. Och, jongen toch. Och, jongen toch. Als je met de flesje aankomt. Ja, terwijl die gaapt. Ja, papa. Kijk, dan wil die niet. Nee. En tutteren. Kijk, ja. Oh, papa doet niet meer flesje erin. Dat is je tutje, hè? Hij is zo moe. Dan vindt hij het wel prima. Hij heeft vandaag goed ook gedronken, hoor, qua water en dingetjes. Nou, wij gaan heel eventjes kijken wat er met Liam precies aan de hand is. Misschien moet ik zijn neusje wel eventjes uitstofzuigen natuurlijk. Omdat er wat droge snotjes in zitten, wat hij wel ooit eens vaker heeft. We gaan gewoon even kijken. Ik ga heel eventjes mijn nagels doen. Want het ziet er niet meer uit. Niels ligt lekker op de bank. Met Joef. Met Joef. En ik laat even de boel, het is één grote bende. Maar ja, ik heb gewoon zin om even mijn nagels te doen, dus die ga ik even doen. Een hele goede morgen. Mijn nagels heb ik lekker neutraal gehouden, dus dit is het geworden. En de andere kant ook gewoon neutraal. En Liam die heeft vanochtend al de fles gehad. En Jordi is nu aan de beurt. Hij had ook allemaal, hier zit hij helemaal onder met, ja, hoe moet ik zeggen, het is geen uitslag. Het is dat het echt droog, eczeemachtig is. Dus ik heb net helemaal ondertussen dat hij zijn fles aan het drinken was, heb ik alles helemaal ingesmeerd, lekker dik. Dus, ja. Hij vond het niet heel leuk dat ik het deed, maar volgens mij is het aan het intrekken. Zoiets moet je altijd doen als hij bezig is met iets, want anders dan is het ratsch en het is er weer weg. Meestal doe ik het 's avonds en 's morgens en voordat hij naar bed gaat. Maar het is toch een, ik heb de indruk dat dat toch een down dingetje is, dat dat ja, toch altijd wel gevoeliger is. Dus maar ja, in ieder geval maakt het helemaal niks uit. Heilig lekker zijn fles te drinken en mama te stampen.
En dan gaan we even koelen. En dan kan de zaterdagochtend beginnen. Niels is aan de trap werken. En ja, ik ben lekker thuis met de kindjes. Straks moet ik wel eventjes naar de winkel, want ik moet voeding halen voor de kinderen. Pap voor Jordi, voor Liam, zijn melkje. En ik moet nog even een paar boodschapjes halen. Dus ja, yep. Dan moeten we toch voor naar de winkel. Maar dat doe ik als Niels thuis is. Kindjes hebben brood gehad, alles gehad. Liam die ligt al op bed met flesje achter in de keel. Dus die is al in slaap. En ik heb voor Jordi een keer Nesquik gemaakt. Normaal krijgt hij altijd gewoon melk. Met een heel klein beetje pap voor de smaak. En ik heb deze keer eens Nesquik gemaakt. Volgens mij vindt hij het wel lekker. Doe ik natuurlijk ook niet elke dag. Soms krijgt hij ook gewoon alleen melk. Het is gewoon ja, een keer afwisseling. Alleen maar altijd hetzelfde is ook natuurlijk niet lekker. Maar nu krijgt hij lekker Nesquikje. Is hij lekker van aan het genieten. En volgens mij vindt hij het wel prima. Het was eventjes wennen voor hem. Dat hij zoiets had van, mam, dit is anders als normaal. Maar hij vindt het wel prima. Dan ga ik heel eventjes verder met hem, zodat hij lekker naar bedje kan. Dan kan ik even eten en dan ga ik hier aan de slag. Niels is straks ook weer thuis. Dus ja. Ik was nog eventjes naar de winkel geweest en ik heb daarna eten gemaakt. En wat heb ik gemaakt, papa? Pancakes. Pancakes. En Jordi die krijgt die met tablet. Omdat hij goed moet kouwen. Die zien Jordi nu niet, maar daar staat de tablet voor. Maar Jordi heeft die gekregen met tablet vanwege het kouwen. En Liam die zit ook, die heeft wel al gewoon eten gehad hoor. Liam. Maar Liam die krijgt ook stukjes pannenkoeken. Gewoon om te proberen. En nou is het goed als uitgegeten zijn. Niels zal zo dadelijk nog wel even een pannenkoekje pakken hoor. Maar Jordi heeft ongeveer 1,5 pannenkoek op. Dus dat is best netjes. Liam heeft gewoon zijn eten gegeten natuurlijk. Ik heb 2 pannenkoekjes op. En Niels heeft er ook 2 op. Maar Niels heeft met spek en kaas een hele rattenplan. Dus die heeft vrij machtige pannenkoek op. Hoofdrecht. En dan gaan we nu nog een stokje drinken, hè? Jordi. Jordi zit daar. Hoofdrecht. Hij was echt zo ontzettend groot. Dat was goed. Kijken jullie vanavond ook naar de maan? Liam doet goed drinken. Hoog in de hemel ziet staan. Dag allemaal, tot de volgende keer. Dag. Ja, papa? Dat was weer een mooi verhaal. We gaan nog heel eventjes hier lekker met de kindjes handen en doen. Het is nu 6:30 en we hebben gewoon al gegeten. Dus dat is best goed voor ons. Voor ons doen. En ja, dan is het alweer avond. En dadelijk alweer tijd om de kindjes een keer naar bed te doen. We liggen lekker in ons bedje. De kindjes ook. En Joefti die ligt in de mens. Een beetje te woeven. Kreet is het. Altijd als we net naar bed gaan, begint ze altijd te mekkeren. Nou ja, ik heb nog de keuken opgeruimd en dingetjes afgedaan in de keuken. Kastjes uitgeruimd, weer ingeruimd. Schoongemaakt. Ik heb volop geholpen. Hij heeft... op de bank gedaan. Kom je daar nog bij? Ja. Hè? Voor mij is het 24/7 werk. Maar ik heb niet in de weg gestaan. Nee, je hebt op de bank gelegen. Dan kun je niet in de weg staan.
De enige die in de weg heeft gestaan, dat is het vrouwtje dat beneden in de wijn zit. Wel rusten. Wij gaan lekker slapen. Een hele goede morgen. Zoals jullie zagen, Niels is ontbijtje aan het maken. Hij is druk bezig met croissantjes maken. En ik ben al naar de winkel geweest. Ik heb al boodschapjes gedaan. Ik denk, dan is het lekker vroeg. En ja, ik ga zo boven poetsen na het eten. Niels gaat de kindjes fruitje geven. Dan en ja, dan gaan de kindjes even de douche in. En dan is het dan weer tijd voor brood. En dan naar bed. Dat was de ochtend dan alweer. Inmiddels zijn mijn ouders weer naar huis. Liam die ligt op bed. Die heeft alles ondergekot straks. Garen. Volgens mij ligt hij aan het slapen. Ja. Zat helemaal vol. Ik ga zo die was eventjes in de wasmachine stoppen. Want ik had mijn wasmachine aanstaan. De tweede golf was erger als de eerste golf. Ja. Toen was ik al boven spullen pakken. Jordi heeft net een flesje gehad. Mm-hmm. En die is helemaal gefascineerd door papa's t-shirt. En die gaat ook zo lekker slapen. Eerst nog schone luier, hè? Heeft u weer gepoept? Te ruiken wel. Oké. Okay. Jordi die had al 2-3 dagen niet helemaal goed gepoept. Ik had hem extra makrogolpoeder gegeven. En ja, dat hebben we gemerkt, hè papa? Mm. Hij heeft een paar keer heel goed gepoept. Ja, het je goed gepoept. Ja. Helemaal gefascineerd door papa's t-shirt. Mijn broertje is aan de tafel. Ja. Je gaat toch ook niet kotsen? Papa is 1 keer onderkotsen zou genoeg. Ja. Duurt. Dan heb je toch allemaal te mopperen? Ja. Ben je moe? Mag papa niet zo schelden? Hij kijkt me echt zo aan van moe. Hallo. Kijk uit. En dit is ook onze avond, denk ik. Ik denk dat we ook gelijk de ups en downs af gaan sluiten, hè, Niels. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.